Dat het kloten was dat naar de kloten ging. Ja, dat is, weet je, het is zo zonde. Het is zo'n mooie club geweest. En ik weet van vele mensen dat hoe die nog steeds over Wageningen praten. Dus, en ik heb er een super tijd gehad. Ik heb er denk ik misschien wel mijn beste jeugdperiode gehad. Hè, want ik praat over dat ik 19, 20 jaar was. Ja, en ik werd op dat moment bijvoorbeeld tweede achter Jan van Ginsven in het voetbal international klassement. Nou moet je daar niet al te veel aan ophangen, vind ik. Maar het geeft een klein beetje aan dat ik op dat moment wel goed in mijn vel zat. En we hadden eigenlijk een vreemdelingenlegioen. Hè, we kwamen van her en der, allemaal jonge gasten. Het was een super tijd. Goede spelers. We moesten nog heel veel leren natuurlijk. Maar we hadden energie voor 200%. En ja, dat gaf wel een hele goede voldoening. De gezelligheid en de gemoedelijkheid. Maar ze hadden ook wel van het Westen wat. Hè? En dan praat je over het fanatisme. En de fanatieke aanhang. Ook al hadden we er geen 20.000. Maar de mensen die er waren, die stonden wel altijd achter ons. En dat voelde je ook altijd wel. Ten eerste baal ik ervan dat ik er niet bij kan zijn. Omdat ik ben natuurlijk ook een paar maanden wel thuis geweest. En waarbij dit verhaal al speelde. En op een gegeven moment kreeg ik eigenlijk te horen, net voordat ik hierheen ging, dat de reunie van start zou gaan. En toen had ik al gelijk aangegeven, nou het zou wel eens kunnen dat ik naar China ga verhuizen en dat ik er dan niet bij kan zijn. En ja, dat is dan wel spijtig natuurlijk. Want ja, er zijn jongens bij die heb je gewoon wel 20 jaar of zo wel meer niet gezien. En ja, om dan oude herinneringen op te halen en praten over iedereen wat je nu doet. En ja, iedereen, de meeste jongens hebben een gezinnetje. En ja, dat is toch wel eigenlijk leuk om te horen. Dus vandaar dat ik wel een beetje baal dat ik er niet bij ben. Nou, wat ik hoop voor de jongens is dat eigenlijk hun dromen die ze hadden van jongens af, dat een beetje uitgekomen is. En de mijne is zeker uitgekomen. Dus ik hoop voor al die andere gasten dat dat ook is gebeurd. Want ja, ik denk dat we een toffe tijd hebben gehad en super blij om de jongens te leren hebben kennen. En ik heb ook gehoord van meerdere mensen dat het goed met iedereen gaat, dus daar ben ik ook blij om.